Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Stijn en wij gaan het seizoen in de Formule 2 in Korea doen. Maar eigenlijk is het in Grand Prix mode. Maar we gaan het in we doen het net alsof het Korea is. In Formule 2 heb je 12 races. Dus ik ga nu de 12 races uitzoeken en dat zijn dan Bahrein, Azerbeidzjan, Spanje, Canada, Frankrijk, Oostenrijk ook, Brittannië weet ik niet. Brittannië, Duitsland doen ze niet, Hongarije wel, België ook, Italië ook, nee. Mexico. En dan hebben we Abu Dhabi. Dit is het seizoen wat we gaan doen. Dus we beginnen met Bahrein. Practice hebben we niet. We doen de full, maar ik kan doorspoelen. Dus dan zet ik hem even op een goede. Voor mij doen met safety car. Hoe kunnen we niet met safety car hier in Grand Prix moet doen? Dus dan doen we lekker zonder safety car. Qualifying in de licht in Bahrein. Dus dat is lekker hier. Lekker rijden. Niet wijnen, maar wij gaan lekker rijden. Rijden. Formule 2, we zijn dan door Nick de Vries, dat hebben jullie ook gezien. Voor de qualifying. In Bahrein. Daar gaan we dan. Flying lap. Doe nooit drive out. Zijn Nick de Vries, zei ik net al nog een keer. Oh, die auto jongens. Lekker crossen, dan ga ik zo. Dan ga ik mijn qualifying lap rijden. Is lekker. Ik heb nooit een Formule 2 auto Bahrein gereden. Alleen een Formule 2 auto Oostenrijk, Spanje en Abu Dhabi gereden. Dat is voor de carrière in 2019. In Formule 1 moet je 3 races doen. In Spanje moet je 3, in Oostenrijk 5 en dan in Abu Dhabi ga je voor het wereldkampioenschap. Moet je tegen voor Devin Butler zien te komen en dan ben je kampioen. Nu, dus dat is 6 rondes. Maar nu hebben we 15. Of minder rondes. En dit is Korea. Oh. En dit in de qualifying lap, hè. Echt niet fijn. We proberen een goede tijd te krijgen. Als het echt heel slecht gaat, doen we 2 rondjes, maar normaal doe ik altijd 1 rondje. En dat is een mooie inhaalactie. Toch jongens, vinden jullie niet een mooie inhaalactie? Jammer, de tijd. Wat is onze tijd? Snelste tijd. You've just put in the fastest lap. Good job. Kijk, ik raak hem bijna helemaal kwijt.
Ach, als ik nu loslaat. Kijk, zie je? Oh, hoe had ik dat maar niet gedaan? We've had to spend time repairing the damage to the car. Nog steeds bol. Lekker. We gaan gewoon zo doorspoelen. Er gaat toch niks meer komen, maar je hebt toch een goede ronde. We zijn toch al 2 seconden sneller. Ja. Ik heb een Rus als teamgenoot, man. Ik kan een Rus, ben ik Fino. Ik kan er ook niks van. Latifi, die komt naar de Formule 1 voor Williams. The grid is all set for the race tomorrow. Dus we gaan de race doen. Ik hoop dat jullie heel veel zin hebben. Zei Nick de Vries. We moeten dit hebben, we moeten dit hebben. Roepen het. Hier, ga maar kijken. Welcome to Sakhir and the Bahrain International Circuit, where the grid is forming up ready for today's race. Plenty of opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit for these young F2 drivers to show what they can do. The best passing opportunity right up there at turn one, and we should see plenty of action there. But there's another not long after at turn four. There are 9 right-handers, 6 left-handers, and the possibility that we could see some flat spots at the tightest of those left-handers at turn 10. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, we staan in met onze auto, Nick de Vries, nummer 4. As they sit out on the grid. Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubt about that. Mental strength is the key to remain calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Well then, after an exciting session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Nick de Vries starts from pole position today, edging out Nicholas Latifi, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Tete Camara, King, Luca Giotto, and Matthew Shita, Joe, Aitken, Correa, Louis Delatraz, Alesi, Boccalacci, Nikita Mazepin, and Ilott, Calderon, Hubert, Schumacher. Oeh, Hubert is dood. Doet hij nog mee? En met preparations almost complete, let's head down to the track. Doet hij nog mee? Jongens, we jullie zien, is dit in het licht. Normaal rij je in het donker. De Formation Lab. Gaan we, mogen wij leiden. Zullen we met mijn kwalificatie rondje ook een beetje gaan doen? Dan merk ik dat mijn banden nog een beetje fris waren. Dus zo maak je ze warmer, maar het kost wel een beetje tijd. Want ik heb dus nog vol 2 seconden sneller. Oh, rij door man, Latifi. Geen pitstops hier en of wat, want ik mocht net geen strategie kiezen. No threat of rain for the time being. Conditions looking good.
Hopen dat we eerst de race kunnen winnen voor. De laatste bocht en dan gaan we zo starten. Kijk, en dan gaan we nu een andere plek toe. Maar ik doe dit niet. In de laatste bocht gaat de computer het overnemen. Want er is echt heel anders het geluid dat ze even heel gas moet doen. Het is heel ander geluid. Iedereen klaar? Ja. Seven Games staat er, dan weet ik dat iedereen klaar is. Ik heb 4 voor de licht, die ga ik aan. 5 voor de licht is eruit en we zijn onderweg. Overstuur bij de start, maar we hebben een goede start. Meteen de eerste bocht in. Acht rondjes op Bahrein. En de formule, formule 1, als je op 25% zet, zijn het normaal er 15. Maar King probeert hem aan te vallen. Hij probeert weg te rijden. Latifi heeft een iets mindere start. Want P2 die is naar P4 gegaan. Probeer zo ver mogelijk weg te rijden. Zo, en dan trekken we op, En dan gaan we weg, zoals jullie zien. Vind je het fijner als ik zo rijd of zo? Zo vind ik fijner, want dan heb ik meer plezier. Maar ik weet niet wat jullie vinden. In de cockpit lijkt dit ook wat echter. Dus ja, zet in de reacties wat jullie fijn vinden. Nu gaan we de laatste bocht in. Het eerste rondje. Hoe ver? Ik ga eens vragen hoeveel afstand ik al heb. Op 3 seconden, 3,4 seconden de afstand. In 1 rondje. Ik ga de stand hoger zetten, want dit is wel heel makkelijk, vind ik. Maar deze punten tellen we mee in championship. Zo. En we de boven door. Dus daar gaan we rijden. Hier kun je vaak je auto wel goed kwijtraken. Als je op het begin van de curbs komt. Dan heb je, ben je hem kwijt en dan lig je daar in de muur. Dan heb je een rode voorvleugel, maar het ligt eraan hoe hard je de muur tikt. Maar hoeveel afstand heb ik nu? Position, front of the pack, okay, the gap behind is 6.9 seconds. 6.9. Nu al 7.
nu nog een keer vragen. The gap behind us is 6.9 seconds. Want je zit ik over 6 in 8 seconden, denk ik. En nu? You are in first position. Front of the pack, the gap to the car behind is 7.3 seconds. Yeah, pit strategy complete. 7.3. See these tires through to the end now. 6 laps to go. Vind je het fijn dan met commentaar? Of wat vinden jullie? Als die bocht goed gaat, zo, die moeilijke, die bocht die nu komt, dan gaan we in de herhaling kijken. Deze bocht. En die gaat hartstikke goed zelfs. Dus gaan we nu herhaling kijken. Klik ik hier op options en dan X. Doe ik zo. Stel van Nick de Vries. Dan zien we de bocht niet, echt waar. Noem het zo. Een hele goede bocht. Ik ga echt ver. Bijna op de helft van een race zitten, hè. Ik hoop dat Nick de Vries ook in de Formule 1 komt. Dat was wel een keer, maar... Rijden naar start finish. Hoeveel seconden hebben we nu afstand? 10.1. We willen finish the race on this compound. Slechte bocht. Super slechte bocht. We rijden. Weer zo'n mooie bocht. Ik lijk wel of ik het fijner vind om door die bocht te gaan naar de Formule 2 auto dan de Formule 1. Want de Formule 1 ga ik alleen maar weg. Zagen jullie wel in mijn kwalificatierondje. Ik moest de curbs niet pakken, daar stuur ik hem. Hubert. Hij was dood gegaan. Nu is hij ook nog uit op de session. Gaan dan de serie replay kijken. Naar Hubert. Is dat Hubert? Weet het niet. Nee. Oh, hij is achteraan. Die het toch. Wat gebeurt er? Fuel kapot. Super lekker. You are in first position, front of the pack. Okay, the gap behind is 13.2 seconds. 14.2 seconden afstand. See these tires through to the end now. 4 laps remaining. Ja.
zat niet goed op te letten. Ik zat naar de timer te kijken. Mijn rondje. Oeh. Jongens. Overstuur. We gaan ook de replay van kijken. Stuk overstuur. Oeh. Dat is niet lekker. Kijk. Ik zat niet op te letten. Daarom had ik overstuur. Kijk. Ik zit te glijden. De auto te, met de auto te vechten. Geniaal. Kyoto en Zeta Camara zit op 2 en 3 en ik op 1 nog steeds. Nog twee rondjes. You're leading the pack. P1. The gap to the car behind is 12.0 seconds. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Just 3 laps to go now. 3 laps. Hij zegt 3 rondjes, want rondje 8 is ook nog een rondje. Dus eigenlijk is het inderdaad 3 rondes. Hier ga ik weer wijd. Wacht het hier en dan zo. Luca Kyoto. Nog 2 rondjes. Wing wing. Iedereen maakt geluidjes dat of er iets mis is en ik gewoon hier rustig rijden. Ik weet ook niet waarom. Ik rijd toch goed. Zet ik hem maar eens ook een afstand leggen. You are in first position, front of the pack. Wat ik nu eens vragen. Is 15.1 ben ik tijd verloren. Ik denk dat ik heel veel tijd ben verloren, iets van 5 met dat overstuur. Een rondje 5, als het goed is, of 4, weet ik niet. Volgens mij 5.
Final lap. Yeah. And fastest lap. On the final lap. Oh, kick. You are in first position. Front of the pack. Okay, the gap behind is 16.7 seconds. This is your final lap. Final lap of the race. Yay. Final lap. This is the final lap. No. We gaan ook nog fastest lap neerzetten, denk ik. Zit een halve seconde boven de tijd. Zo wordt iets in de 1.44 nog wat. Dan gaan we naar de laatste bocht van deze race. Dan gaan we in de zijkant rijden. Dan hebben zij de winnaar van de eerste race. Zie je ons team juichen? Daar zijn ze, jongen. Great drive. We did it. Good job. De eerste win. Meteen de eerste race. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for ART today. Yes, jongens. Daar zijn we. Nick de Vries. It was down to one thing. Consistent pace over everyone else out there on the track. We could spend a great deal of time talking about race and tire strategy. What is so cool on the track. But at the end of the day, the difference here was down to simply being faster on track than everyone else. Amazing skill on show. Daar zijn we, jongens. We hebben gewonnen. Dan zijn we op het podium. De Nederlander. Je ziet ook de vlag. Are once again back on the winner's podium today after a brilliant display of driving skill. Jongens, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Dan zie je later.